probleem is, er zijn momenteel 2 supercoole foto-exposities te zien. Maar ik kan niet kiezen. Weet je wat ik doe? Ik laat ze u allebei zien. Oké? Welkom bij Kunstuur. Ik wil in deze aflevering 3 dingen met u doen. Ik wil u een portret laten zien van de kunstenares Resi van Lankveld. Dat is in de serie Hollandse Meesters. Ik wil u voorstellen aan de fotograaf, beeldend kunstenaar Paul Bogaerts, die een fantastisch project heeft gedaan. En ik wil u nu eerst voorstellen aan Jan Banning. Hij heeft de hele wereld rondgereisd voor zijn project Law and Order. Het gaat over strafrecht. Is hij in gevangenissen gedoken, met advocaten gepraat, met politie en heeft hij allemaal met zijn camera kunnen vastleggen. Het project Law and Order gaat over strafrecht. Strafrecht in 4 verschillende landen. Colombia, Frankrijk, de Verenigde Staten en Oeganda. En het vergelijkt eigenlijk die strafrechtssystemen. De achterliggende kwestie is eigenlijk, hoe gaan wij in verschillende gebieden met misdaad om? En een heel belangrijke reden daarbij is voor mij een politieke reden, dat misdaad een speelgoed is geworden in de handen van politici. In de zin dat er strenger gestraft moet worden en dan gaan ze het wel laten. En ik heb bergen literatuur doorgenomen. He, voor mij gaat het niet alleen om fotografie, het gaat ook om de tekst. En het gaat ook om het gedachtegoed dat erachter zit. En wat duidelijk wordt uit criminologische literatuur is, dit is kletskoek. Je bestrijdt niet misdaad door strenger te straffen. En ik denk dat het van groot belang is in Nederland en in een boel andere landen om dat naar voren te brengen. Una mala propaganda sobre el sistema carcelario y judicial de Colombia se dará a conocer en Europa ahora en noviembre. Het moeilijkste was Colombia. En dat heeft te maken met dat de gevangenisautoriteiten daar door en door corrupt zijn. Dus ik heb na eindeloos gesoebeld daar wel toestemming gekregen. Maar die toestemming bleek eigenlijk, toen ik daar eenmaal was, uit een soort propagandatour te bestaan. Jefe oficina asesora de comunicaciones. Durante su estadía tuvo una intrincada pelea de cartas con el INPEC. En el cual se motiva la negación a su solicitud. Tenía que ver con seguridad. Maar dankzij goede contacten die ik in Colombia had, ben ik daar uiteindelijk voor de nationale televisie verschenen met mijn commentaar op het gevangeniswezen. Hemos hablado con alguna gente dentro de la cárcel. Y tal vez he leído los artículos en la prensa colombiana que muestra claramente que es un instituto bueno, corrupto y militar. Ik ben daar ontploft en heb de directrice gezegd dat ik verder klaar was met dit soort flauwe onzin en propaganda en ben opgestapt. Jan Banning heeft bij deze tentoonstelling het thema Law and Order. Ik ben zelf jurist, strafrechter geweest, advocaat, politicus. Ik ben in heel veel landen geweest, zoals Oeganda. En dat doet me heel erg denken aan mijn eigen werk toen ik in Oeganda was, in Kampala, in de rechtbank. Waar de meest vreselijke zaken voorkomen bij de rechter. In mijn geval was het, er zou de doodstraf voor homoseksuelen worden ingevoerd. En dat is precies in die rechtszaal die Jan heeft gefotografeerd. Nou ja, dat doet mij heel erg denken aan toen. Ik hoop hier de confrontatie tussen verschillende landen, tussen verschillende elementen, dat mensen aan het denken zet. Om je een voorbeeld te geven, je ziet hier beelden uit Oeganda en je ziet beelden uit de Verenigde Staten. Nou, wat zou je nou denken met je boerenverstand? Dat is natuurlijk een bende in Afrika, dat is natuurlijk niks, hè? Ik trof eigenlijk meer menselijkheid aan in de omgang met die gevangenen daar dan in de Verenigde Staten. En interessant genoeg, en dat is de mazzel die je soms hebt als fotograaf, uitzicht dat eigenlijk ook in dingen als de kleuren. Als je naar die Oegandese foto's kijkt, mensen dragen een geel, je ziet heel veel aardkleuren. Als je naar de gevangenis in de Verenigde Staten kijkt, dat zijn ijzige koelcellen. En in dit geval
dekt dat ook heel erg de lading. Dus ik denk dat alleen al door het gebruik van beeld, van zo'n verzameling foto's, de clichés en de vanzelfsprekendheden van mensen ondermijnd worden. En dat vind ik nou precies mijn taak. Kunstenaar.